Corné? Ja. Een van de betere van het eiland. Ja, ze zijn er net. Maar bewezen, je gaat naar Modus toe. Ja. Nou, we hebben er zin in. Had je dat verwacht? Nou ja, ik moet zeggen, de laatste tijd gaat het wel lekker. En ik denk van als je gewoon je ding doet, dan ja, weet je wel, alles is mogelijk. Ik had wel, ja, weet je, ik ging gewoon eigenlijk gewoon een beetje blanco in. En ik zie het wel. En als gezien mijn spel, wat ik laat zien, iedere wedstrijd beter. Gelijk eerste ronde eigenlijk een goede tegenstander. En ja, ik moet zeggen, eigenlijk ging het hartstikke goed. Dus ja, wel eigenlijk vol vertrouwen. Dus... Jij blijft vaak een beetje lokaal. Ja. Nou mag je echt met de boot of met het vliegtuig. Ja. Zin in? Ja, zin in meer? Ja, tuurlijk. Weet je, kijk, darten vind ik gewoon hartstikke tof. Dat is gewoon echt mijn hobby. En uiteindelijk, nee, ik zal even beginnen bij mezelf. Weet je wel, ik zit in de horeca. Ik heb een baan, weet je wel, weekenden werken. Hartstikke lastig. Nou, eigenlijk is het een beetje begonnen bij Dutch Open vorig jaar. Of tenminste dit jaar, de klasse 16. Vervolgens een sponsorcontractje aangegaan met mijn werk ook. Dat ik bepaalde toernooien af kan gaan. Dat ik het een beetje, zeg maar, ja, kan laten maken. Alleen, ja, nu komt het er eigenlijk uit. En het komt eruit? Betekent dat ook bij Thank You School? Nou, dat niet. Dat niet. Nee, geen challenge doen. Ik vind dat ik daar nog niet echt klaar voor ben. Ik ben heel realistisch. Ik heb een beetje een zware periode achter mijn rug. Ik ben net verhuisd. Ik heb eigenlijk net een beetje mijn huisje op orde met mijn meisje. En ja, wat je zegt, ik ben kok. Dus de kerst komt eraan. Drukke periode, weekenden vrij. Ik heb zoiets van, als je naar Q-School moet gaan, moet je plan hebben. En dat heb ik nog niet. En ik heb zoiets van, dan vind ik zonde om daar gewoon... stel dat je daar goed doet, dat je bijvoorbeeld een toolkaart haalt. Ja, wat ga je dan doen? Ik doe het liever eigenlijk stapje voor stapje. Dat ik nu een ticket haal voor Modus is voor mij al eigenlijk een hele grote beloning. Goede richting op weg. Goed, je hebt geen plan. Als ik jou zeg een WDF-circuit. Nou, en gewoon eens lokaal. Dutch Open, ja, België. Kijk, Dutch Open doe ik sowieso mee. Ga je naar België? België... Of interesse in België, laat ik het zo zeggen, nog heel ver weg. België gooi ik ook eigenlijk wel toernooi. Ik heb ook al Open Antwerpen gegooid, Open België, dat soort dingen. Gaan we jouw gezicht een keer bij een Euro2 qualifier zien? Ja, ik heb al eerder een Euro2 qualifier gegooid in Leeuwarden. Uiteindelijk mocht het daar niet baten, eerste ronde. Maar goed, ik heb wel al een beetje, ik wil een beetje proeven aan het circuit. Omdat je zegt van ja, het eiland is leuk, maar als je natuurlijk wat verder wil, dan moet je... Hè, dit was een hele mooie kans, uiteindelijk pak ik hem op de laatste dag. En, nou, ik zit in een team met Marco Meijer. En John Lokke ken ik ook goed. Dus Zal het ticket eigenlijk meteen kunnen geven? Het is leuk dat ik een beetje wel gewoon support krijg van mensen die toch al een beetje op de BDO-circuit zijn. Dus dat geeft mij wel een voordeel. Dus ik ben hartstikke blij dat ik deze kans heb gepakt. En ik pak hem bij de handen aan en ik ga gewoon lekker kijken waar het naartoe gaat. Hopelijk neemt Marco Meijer hier mee naar de WDF. Veel succes in Engeland. Dat hoop ik wel. Dankjewel jongens, dankjewel.